Marco Pantelić in vorm. Voor het voetballer van het jaarklassement was in de 31ste speelronde Ajax-spits Marco Pantelić de opvallendste speler. Hij maakte 3 doelpunten tegen VVV en kreeg een 8. Maar is hij een serieuze bedreiging voor de nummer 1, Luis Suárez, in de strijd om de gouden schoen? De top 10 begint met Ruiz met 177 punten. Op 8 staat Isaacson met 177,5 punt. Ook op 8 staat Bosker met hetzelfde aantal punten. Op 6 staat Van der Wiel met 178,5 punt, net als teamgenoot Vertonghen die evenveel punten heeft. Op 4 staat De Zeeuw met 180 punten, ook op 4 staat Douglas met hetzelfde aantal punten en op 3 staat Mertens met 180,5 punt. Op 2 staat Krankvist met 181,5 punt en op 1 staat nog steeds Luis Suárez met 191,5 punt. In het elftal van de week staat Bosker op doel. Centraal in de verdediging staan Sanko en Gudde. Blind staat op rechts en Anita op links. Rechtshalf is Kwanza, linkshalf is De Zeeuw en mid-mid staat Brama. Rechtsvoor is Duplan, linksvoor is Suárez en in de spits staat Pantelić. Marco Pantelić was tegen VVV goed op dreef. Maar een serieuze bedreiging voor Luis Suárez is hij nog niet in de strijd om de gouden schoen die in augustus wordt uitgereikt aan de voetballer van het jaar.